Van de goede kijkers en welkom bij deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Het is het programma dat u de informatie verschaft, de inzichten geeft en de updates ten aanzien van de coronapandemie die de wereld in zijn greep heeft. En in Suriname is dat nu significant aanwezig. We hebben gisteren jammer genoeg onze tweede dode gehad in dit kader. De teller staat op 130 positief geteste gevallen. Daarvan zijn er 9 personen genezen verklaard, 2 overleden en er zijn 119 actieve cases. En we hebben nu dus zo'n 230 mensen in quarantaine en dat zijn geen makkelijke cijfers. In dit programma praten we steeds met een gast die vanuit zijn of haar oogpunt de zaak benadert en onze gast vandaag is Kwame van der Hilst. Hij is cardioloog en hij is een felle ondersteuner van het SU-Fonds. Ik ken Kwame in een ander verband, sportief verband, maar we praten vandaag dus over de COVID-19 kwestie. Kwame, vaarte welkom in ons programma. Goedemorgen, Masha. Laten we hiermee beginnen. 13 maart, dat is zeg maar de datum waarop het allemaal begon, de eerste positief geteste persoon. Maar de afgelopen week was bijna een rampzalige week voor Suriname, een explosieve groei. Na de relatief rustige periode vanaf 13 maart tot en met voor de afgelopen week en dan die explosieve groei, hoe heb je dat ervaren de afgelopen week? Ja, kijk, we wisten dat het er aan zat te komen, dat ook Suriname niet bespaard zou blijven van de pandemie. Maar natuurlijk de snelheid waarmee de gevallen nu positief getest worden, dat had ik zelf ook niet verwacht en gehoopt. Maar het is de realiteit, het is daar. En we zullen met man en macht moeten proberen om in ieder geval te beheersen. Damage control. En dan is er een soort schaal gemaakt waarvan we nu zitten in code rood. Kun je het kort aangeven wat code rood is? En de volgende stap, misschien wel de laatste stap in het geheel, is code paars. Wat is code rood? Hoe ver zitten we op dit moment van code paars? Oké, ik laat me vast zeggen dat ik niet alle informatie heb, maar op basis van de informatie die ik tot nu toe heb, wil zeggen we zijn in code rood, dat wil zeggen er is lokale transmissie, maar het is nog mogelijk om het te beheersen. Ja? Als de juiste maatregelen getroffen worden en nog belangrijker als iedereen zich houdt aan de regels die er zijn uitgevaardigd door het team, dan kunnen we het nog controleren. Code paars wil zeggen alles is eigenlijk alles aan broeien. Mm-hmm. Je kan het niet meer controleren. Je gaat dan echt gewoon moeten redden wat te redden valt. En dat zijn de situaties bijvoorbeeld zoals je dat hebt gezien in Italië en Spanje. Dat is code paars. Mm-hmm. Wij willen absoluut niet die richting op. Dus we moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat het zo ver komt. En jij bent medisch man, je ziet hoe het eraan toe gaat. Er zijn nu wat maatregelen getroffen om te proberen de verspreiding te voorkomen. Zijn dat maatregelen die echt effectief kunnen helpen? Ze zijn zeker maatregelen die effectief kunnen helpen. Laat me dat voorop stellen. Maar je hebt een stukje gehoorzaamheid nodig en je hebt een stukje controle nodig erop. Als je maatregelen hebt en die worden niet nageleefd, dan heb je ze liever niet. Dus aan de ene kant gehoorzaamheid en de andere kant controle en eventueel boetes als het moet, mm-hmm, om ervoor te zorgen dat mensen de regels naleven. Ja, en nu weet ik van jou, je bent heel sportief, je bent een man die overal moeft. De maatregelen beperken mensen, dat is gewoon zo. Je bent een beetje beperkt in jouw vrijheid, zeg maar. En voor sommige mensen is het moeilijk om daarmee om te gaan. Nu ben je iemand die heel veel houdt van je vrijheid, je activiteiten buiten je werk zijn ook veel in de vrije natuur. Hoe moeilijk is het voor jou en wat doe jij om je toch nog te houden aan die maatregelen? Oké, natuurlijk is het moeilijk voor iedereen. Ja? Vooral als je gewend bent buiten te zijn, Surinamers houden van socializen. Dus het is geen makkelijke opgave, laten we dat voorop stellen. Maar ja, deze situatie waarin we nu zijn, hebben we nooit eerder gehad. Het is een nieuwe situatie voor iedereen. Er is nog niet alles bekend over het virus. Niet iedereen weet wat de beste manier is om ermee om te gaan. Dus het devies in deze is voorzichtigheid. Laten we gewoon even de rem erop zetten. Laten we even kijken hoe we dat kunnen controleren. En dan kunnen we eventueel gaan naar aanpassingen. En als mens is het natuurlijk niet prettig om thuis te zitten
en niet te kunnen moeven. Niet naar je moeder te kunnen gaan, niet naar je vrienden te kunnen gaan, niet je favoriete sport te kunnen beoefenen. Het is moeilijk. Het alternatief is dat je besmet raakt. Ja, dat is het alternatief. En als je kijkt naar de cijfers in de wereld, natuurlijk gaat niet iedereen dood aan corona. Maar er is een kans, vooral als jij behoort tot een kwetsbare groep. En nog erger, als jij het bent, kan jij een kwetsbare besmetten, die dan wel overlijdt. Dus ja. Je moet niet denken van, oké, ik ben fit, ik ben 30 jaar, ik krijg het als een griepje en is het voorbij. Voor jou wel, maar voor je buurman, je buurvrouw, je moeder, je vader, kan het anders aflopen. En daar moeten we ook aan denken. Oké, en dan lijkt het me goed om even te kijken naar, als je de COVID-website openklikt, dan kom je wat cijfers tegen. En ik denk dat veel onbegrip komt, omdat mensen misschien die de cijfers precies begrijpen. 130 positief geteste gevallen. Dat betekent dat bij mensen die getest zijn, 130 daarvan waren positief getest. Ja. Dat is vrij duidelijk. Maar dan komt het op die 119 active cases. Wie is een active case? Wat is precies een active case? Oké, zodra je besmet bent geraakt, dat wil zeggen je hebt het virus in jou en het virus gaat zich vermenigvuldigen in je lichaam, dan op een bepaald moment, als je een test doet, een PCR-test, dan kun je aantonen dat het virus in je lichaam zit. Het moment dat die test positief is, wil zeggen je bent een actieve case, je hebt het virus in je lichaam. En zolang je het virus in je lichaam hebt, ben je ook besmettelijk voor de andere partij. En daar zeg ik nog helemaal niets over symptomen wel of niet, of hoe ernstig ziek. Je hebt gewoon het virus in je lichaam en je bent een potentiële bron om het door te verspreiden. En die getallen die je daar hebt genoemd, inderdaad, dat zijn de actieve cases. Een grote groep daarvan heeft gelukkig geen ernstige symptomen, gelukkig, net zoals het wereldwijd is. En die grote groep zit nu in residence in. Die moeten wel in quarantaine. Nou, dat is het beleid dat vanuit het COVID-team is. Die hebben tot nu toe gesteld dat die mensen in quarantaine moeten. Mm-hmm. Dus daar moeten ze gewoon gevolg aan geven. Er is een groep die dus wel symptomen heeft en dus in het Wanica ziekenhuis zit. En er is een groep die wat ergere symptomen heeft, die zitten dan op de intensive care afdeling. Dus... En je moet het zo zien, als we de cijfers wereldwijd volgen, wij volgen ook diezelfde trend. Ongeveer 80% van de mensen die positief zijn, zullen eigenlijk restloos herstellen. En zullen waarschijnlijk de normale maatregelen nodig hebben die je ook bij een griepje nodig hebt. Die 20% die gaat waarschijnlijk toch wat extra zorg nodig hebben in het ziekenhuis. En van die 20%, ja, 5 tot 10% zal dan intensive care behoeftig zijn. Zij het met extra zuurstof of aan een beademingsapparaat of andere ondersteuning nodig hebben. En genezen verklaart bij je wanneer er na een bepaalde tijd weer getest wordt en het blijkt dat het virus niet meer in je lichaam zit. Zo kan je dat stellen, ja. En dat betekent dat al die mensen die ook geen symptomen hebben, weer die test moeten ondergaan. Dus dat is een beleidskwestie. Als je wil aantonen dat iemand het niet meer heeft, dan ga je die test moeten doen. Maar dat is afhankelijk van waar je bent en hoeveel testen beschikbaar zijn. Mm-hmm. Ja, het kan zijn dat je dus in een bepaalde omstandigheid je niet genoeg testen hebt. Dan ga je een andere strategie toepassen om aan te tonen dat de mensen niet meer besmettelijk zijn voor de rest. Oké, en nu kwamen bij jij een van de grote ondersteuners van het SU4SU-fonds. Het is een prachtig project dat, laat me het zo zeggen, veel geld tussen aanhalingstekens heeft binnengehaald voor de aanschaf van medische apparatuur. Het leken enorme bedragen van de miljoen dollars en miljoenen SRD's. Was dat geld echt zoveel in relatie tot wat gedaan moest worden? Er is veel geld opgehaald, er is al veel geld besteed. Voor de mensen die niet weten, medische zorg is gewoon verschrikkelijk duur. Apparatuur is duur, testen zijn duur en ze zijn zo duur omdat wij de mensen veilig willen behandelen. En dat heeft een prijskaartje. Dus al die informatie over wat er tot nu toe is besteed is op de website van SU4SU beschikbaar. En mensen kunnen daar naar kijken. En het is natuurlijk nogmaals als leek, kijk naar het bedrag en zeg wauw, dat is verschrikkelijk veel. Ja, dat is wat we moeten betalen.
Kun je wat voorbeelden aanhalen van dingen die zijn aangeschaft met hun prijs bijvoorbeeld? Dan moet ik even naar mijn lijstje gaan kijken. Momentje. Nou, je hebt mobiele beademingsapparaten. Dat zijn apparaten die bijvoorbeeld in de ambulance worden geplaatst of om patiënten te transporteren van A naar B. Eén zo'n mobiel apparaat zit je al op de €30.000. Wow. Ja, dus in die orde praten wij. We hebben hier echo-apparaten, mobiele echo-apparaten, om te kunnen kijken naar het hart, naar de longen, naar andere organen. Dan zit je al op twee apparaten op €100.000. Dus in die orde praten we, als je praat over apparatuur. Ja, en dan is bekendgemaakt door Henna Draaibaar gisteren dat er meer acties komen voor SUFOSU. Hoe kijk je tegen dit initiatief aan? Kijk, gelukkig is men in een vroeg stadium begonnen om voorbereidingen te treffen. Dus SUFOSU is die actie gestart 2-3 maanden geleden in samenwerking met de medische groep. En qua structuur is er heel veel al opgezet, dus voor de opvang van patiënten. Waar het nog, laten we zeggen, een tekort aan is, was en is voornamelijk PPE. Dat wil zeggen beschermende kleding voor de zorgverleners, voor de mensen van NCCR en DNV, de politieagenten. En dat komt simpelweg omdat het nergens te verkrijgen was over de wereld. Ja, al had je je geld in je hand, je kon het nergens kopen. Dus we hadden een achterstand wat betreft PPE, want was het toen beschikbaar, hadden we die voorraad ook al kunnen opslaan. Nu zitten we echt te kijken waar kunnen we de isolatiejassen, waar kunnen we de handschoenen, de mondkapjes vinden en tegen een goede prijs. En er is een team die zich dag en nacht bezighoudt met dat gedeelte. En het gaat de goede kant op, ook vanwege het feit dat er nu hulp is aangeboden vanuit Nederland. Onze specialisten staan in contact met de specialisten daar en er is een actie nu op touw gezet. En het gaat waarschijnlijk de komende tijd zijn vruchten afwerpen. En zeg maar voor de mensen die actieve cases behandelen die in het ziekenhuis zijn, die symptomen hebben en die op de IC liggen, die zijn verplicht om die persoonlijke beschermingsspullen aan te hebben. Waaruit bestaat PPE? Oké, je hebt verschillende levels van PPE. Laat me het even zo zeggen, stel dat je een arts bent die werkt op een poli, waarbij de kans klein is dat je grote aantallen van mensen die positief zijn krijgt, maar die kans is er. Dan zal je dus een minimale PPE nodig hebben, dus een mondmasker, ja, dat is het eigenlijk het minimale. Wanneer je bijvoorbeeld op een grieppoli werkt, waarbij mensen met klachten komen die wel gelinkt kunnen zijn aan COVID, dan ga je wat meer bescherming nodig hebben. Mondmasker, een isolatiejas, eventueel handschoenen, eventueel een bril of een face shield. Ga je op de intensive care, waarbij je weet dat de patiënt positief is, waarbij je bepaalde handelingen moet plegen, waarbij het gevaar groter wordt op besmetting, dan ga je nog een hogere graad van bescherming hebben. Dan heb je de zogenaamde van die maanpakken. Ben je helemaal, laten we zeggen, bedekt, helemaal geïsoleerd en er is een bepaalde training die je moet volgen om het te kunnen aantrekken en uittrekken. En het hele team daar moet dat doen. En dat verschilt, laat me dat even uitleggen, met wat wij nu hebben, de mond-neusbedekkingen. Heeft een heel ander doel dan de mondmaskers die de mensen in het veld, de zorgverleners, aan hebben. De PPE, dat zegt al, Personal Protective Equipment, is bedoeld om jezelf te beschermen dat je het niet krijgt. De mondbedekkingen die wij allemaal dragen, die zijn bedoeld om de verspreiding in het land tegen te gaan. Dus mensen zeggen, ja, maar weet je zit aan je mondkapje, je kan jezelf besmetten. Mm-hmm. Ja, dat kan. Maar de bedoeling is niet dat ik mezelf tegenhoud dat ik besmet raak. De bedoeling is dat ik geen, als ik besmet ben en geen symptomen heb, dat ik het niet naar buiten kan brengen. Dus wanneer ik dit doe, als iemand die gewoon in de samenleving loopt, dat is niet zo erg. Ja, als je in het ziekenhuis werkt met positieve patiënten en je moet jezelf beschermen, dan is dit uit den boze. Mag je het niet aanraken. Probeer het toch zo min mogelijk te doen, ja. Maar liever dat je het goed zet dan dat je hem laat vallen en je verspreidt hem verder. Mm-hmm. En dan, de druk op zorgverleners wordt steeds groter. Dat is ook aangehaald door de directeur van Volksgezondheid. Wat moeten we ons voorstellen bij, er zijn nu wat mensen op de intensive care afdeling van het Wanica ziekenhuis, denk ik. En nog van nog één ziekenhuis. Wat moeten we ons voorstellen bij de werkzaamheden van het IC-personeel? Ja, het is een hele zware taak.
Je moet je voorstellen, iemand ligt daar, is totaal afhankelijk van de zorg. Dus je gaat bijvoorbeeld, ik zeg maar een simpel ding, als je iemand moet keren, heb je 2 tot 4 mensen nodig om hem te keren. Je hebt iemand nodig die moet voeden. Je hebt iemand nodig die medicatie toedient. Je hebt een schoonmaakteam nodig. Het is intensief werk, hoog risico. En op dit moment, met de aantallen die we nu hebben, zijn er al verpleegkundigen die 12 uur draaien. Die het nu nog kunnen trekken, maar ik weet niet hoe lang ze dat gaan kunnen trekken. Dus human resource is verschrikkelijk belangrijk. En laat me meteen een oproep doen hoor, van deze plaats uit. Naar alle zorgverleners, ik kijk naar mijn collega's specialisten, naar de artsen. Meld je aan, want je hulp is nodig. Het kan niet zo zijn dat wij, laten we zeggen, hulp gaan vragen van het buitenland, vanuit Nederland. En er komen buitenlanders hier om ons te helpen, terwijl wij achterover zitten en wachten hoe zij het werk doen. Wij gaan met z'n allen moeten helpen om daar te zijn waar we het hardst nodig zijn. Organiseer binnen je vakgroep, kijk hoe je in ieder geval mensen kan vrijmaken die je kunt aanbieden aan het team, zodat wij de zorg kunnen blijven verlenen. En misschien is het dan niet eens nodig om hulp van buiten te roepen. Maar je gaat eerst je huiswerk moeten maken. Dus nogmaals een beroep op mijn collega's, zet je allemaal in en kijk waar je kan helpen, in het veld ook. Mm-hmm. En even terugkomend op IC-personeel. Is IC-personeel apart getraind personeel of kan any arts ingezet worden op de intensive care om daar hulp te verlenen? Nou, in een ideale situatie werk je met mensen die getraind zijn, die precies weten wat er gedaan moet worden. Die mensen heb je nu in het veld. En wanneer het erger wordt en je tekort krijgt, zul je dan eigenlijk hulpkrachten moeten toevoegen aan het team die dan misschien hand- en spandiensten verrichten, waardoor de getrainde mensen echt het specialistisch werk blijven doen. Maar wanneer het code paars is, ja, dan is het wat je kan vinden. Laat maar het zo zeggen. Mm-hmm. Dus we moeten alsjeblieft daar niet komen. Oké. Okay. En dan zit jij in het medisch veld. We hebben de afgelopen 1,5 week enorme groei gehad meer dan 80 cases erbij, denk ik. Misschien geen leuke vraag of misschien geen leuk antwoord dat ik zal krijgen, maar wat kunnen we op korte termijn nog verwachten? Ja, dat is een hele moeilijke vraag, maar zoals het er nu uitziet, ja, zijn we in ieder geval nog steeds in de opstijgende lijn van die curve. En zolang je niet ziet dat het aantal minder wordt, kan je eigenlijk geen goede prognose maken. Dus het is nu in ieder geval kijken waar die curve naartoe gaat. En BOG is ook bezig met de cijfers om te kijken van, behoren nieuwe gevallen nog tot een van de clusters? Ja, als dat nog steeds zo is, dan is er nog een redelijke kans dat je het kan containen. Maar wanneer je nieuwe gevallen hier en daar begint te krijgen en je kan ze niet linken aan de eerdere cases, dan is er duidelijk veel meer lokale transmissie en dan wordt het steeds moeilijker. Ja. En tenslotte, een van de meest gehoorde oproepen is, we moeten paniek voorkomen. En eigenlijk merk je dat ook wel, als je kijkt naar social media, als je kijkt naar WhatsApp-filmpjes, als er ergens een ambulance komt, er wordt iemand weggehaald, wordt er grote hezen van gemaakt. En je voelt bijna de paniek van de mensen die dat filmen. Hoe belangrijk is het om niet in paniek te raken en rustig te blijven? Nou, eigenlijk, het antwoord zit al in je vraag. Als je niet rustig blijft, ga je nooit goede beslissingen kunnen nemen. In paniek maak je de gekste beslissingen. Maar ik snap het, er is angst in de samenleving. Dus het is logisch dat mensen onder bepaalde omstandigheden in paniek raken. Misschien moet de informatie worden opgevoerd. Ja? Dat mensen meer bewust worden gemaakt van wat er werkelijk aan de hand is. Welke maatregelen er zijn genomen en waarvoor het nodig is. Misschien moet de communicatie efficiënter. Ja, dus dat is wel heel belangrijk. En ja, social media met allerlei informatie, waaronder ook fake berichten, dat helpt niet. Want de mensen gaan dan gauw het doorspelen naar elkaar en dan ontstaat er angst. Dus het is wel heel belangrijk dat ook, niet alleen vanuit de overheid hoor, het is niet iets van de overheid, ja, ja. Het is van ons allemaal. Dat wanneer je een berichtje krijgt, check even de source. Kijk als het inderdaad waar is of niet. En kijk even dat je niet voor meer sensatie zorgt. Ja, want dat gaat niet helpen. Mm-hmm. Dus ook de VMS komt ook uit met statements. Andere medici, andere groepen van deskundigen moeten allemaal in feite de communicatie opvoeren om de mensen tot rust te brengen daar waar kan. Want kijk, als het code paars is,
kan je zeggen wat je wil, iedereen gaat in paniek raken. Ja, klopt. En tenslotte kwam je vanuit jouw professie, als je een heel belangrijk ding tegen de gemeenschap wil zeggen in deze situatie, wat zou het zijn? Nou, het allerbelangrijkste is, er is een management team. Je mag het eens zijn of niet eens zijn met de besluiten die ze nemen, maar er is leiding nodig en dat komt van het management team. Zorg ervoor dat je je houdt aan de regels. Als je het nou leuk vindt of niet. Want de regels zijn bedoeld om te voorkomen dat de verspreiding gaat verergeren. Ik hoor allerlei complottheorieën over ja, die aantallen zijn niet waar. Weet je, die aantallen die op de COVID-website staan, zijn inderdaad waar. Dus laten we dat alvast uit de wereld helpen. En als er politieke bedoelingen zijn of niet, I don't know. Weet je, maar de waarheid is dat die aantallen daar die kloppen. En de maatregelen die genomen zijn, die zijn nodig om verspreiding te voorkomen. En de ondersteuning moet komen van alle kanten. Van politieke partijen, van religieuze organisaties, uit de medische groep, maar gewoon elk individu moet gewoon zijn bijdrage leveren. Dankjewel, Kwame, voor jouw bijdrage vandaag. We wensen je bijzonder veel succes toe. Jij zal het erg zwaar hebben. En natuurlijk de totale zorgsector, dat is een hele belangrijke unit op dit moment. Bedankt voor je bijdrage. Graag gedaan. Ik wil nog één ding zeggen. Kijk, mijn taak is misschien zwaar, maar de taak van de mensen in het veld, de zorgverleners op de IC, hun taak is 10 keer zwaarder. Laten we het niet zwaarder maken door ons niet aan de regels te houden. Dus blijf thuis en als je echt op straat moet gaan, zorg voor je mondbedekking. Dat is een hele duidelijke boodschap van Kwame van der Hils, die we vandaag te gast hadden in ATV COVID-19 update. In principe komt het erop neer dat er 1000 regels gemaakt kunnen worden, maar dat de eigen verantwoordelijkheid van elke Surinamer bijzonder belangrijk is in deze. Lever je bijdrage, op welke manier dan ook, om dit virus te bestrijden, dat we de verspreiding althans van het virus tegengaan. En ik sluit altijd af met de hele belangrijke maatregelen die iedereen kan nemen. En dat is natuurlijk hygiëne. Was je handen zoveel mogelijk. Let op deurknoppen. Let op mouses van computers. Let op dingen die je heel vaak aanraakt. Ontsmet heel regelmatig. Social distancing. We moeten eerlijk zeggen dat gisteren, als je kijkt naar de winkels, dat we vrij tevreden mochten zijn. Dat de social distancing over het algemeen redelijk goed in acht is genomen. En natuurlijk, als je niks op straat te zoeken hebt, blijf thuis. Dat is het allerbelangrijkste. Tot zover dan deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Bedankt voor uw aandacht en we zijn morgen terug met een nieuwe aflevering.